Welkom bij de bespreking van een van de oh, meest highly anticipated games van dit jaar. Van deze redactie. En misschien ook. Nee, niet de hele games community. Want daarvoor is het misschien net even niche. De Steam community. De Steam community. Mm -hmm. uh, want hij gaat als een, uh, als, een, uh, als een trein, als een slagschip, als een uh, straaljager. Als, we een het als een Nautiloid. Als een Nautiloid, uh, uh, Thing of uh, We hebben het natuurlijk over Baldur's Gate 3. Uh, nou, Ik denk. Iets meer dan een jaar geleden hebben wij natuurlijk uh, de Early, early hey. Access al... Uh, 2020 was dat. Drie jaar terug. Drie jaar geleden. Uh, ik ben zo oud. Oh my god. Ik ben Het voelde drie inderdaad jaar wel eens korter geleden, geleden hoor. Ja. Jesus is wat eng. Anyway, ze hebben drie jaar de tijd gehad om die vervelende DICE gameplay eruit te halen. Hebben ze niet gedaan. Um, en we gaan nu uh, uitgebreid over de game hebben. Al is dat natuurlijk wel een beetje een review in progress met... met Hoeveel eindes ook weer 17.000? 1700 ja. of zo. Nee, 17.000. Oh, 17 17 ja. Ik weet niet <laughs> hoe, wat Zet ze bedoelen met dan? eindes nee. uh, uh, daarmee. Maar uh, duurt het even voordat we er doorheen ge uh, geploegd zijn. Uh, dus het is een review in progress. En um, komen we pff, misschien wel met de eerste tabletop sessie... Uh, met een soort van uh, finaal ding. Als we er een maand doorheen hebben kunnen klieven uh, met uh, daggers... of met een bijl of met de uh, eldritch Blast of uh, met wat dan ook. Um, het is uh, een hele hardcore RPG in het Dungeons and Dragons-universum. Dat is het zeker. En vanaf uh, de, de, de diepte mogen jullie in. Nou, het is het, is, uh, en dat, dat kennen we natuurlijk van de early access ook. Want daar kreeg je volgens mij Act 1 volgeschoteld. Heb ik ook nooit helemaal afgemaakt. In tegenstelling tot uh, een banners die daar bijvoorbeeld alleen al 300 uur in had gestoken. Ja. alleen Act 1. 2 en 3 zijn inmiddels dus ook speelbaar. Ja. Um, en daar, daar zijn gewoon nog wat dingen bijgekomen, wat rassen en dergelijke. Maar in zekere zin is het hier en daar hetzelfde. Er is gewoon veel content bij natuurlijk. Maar uh, ja, en alles is uh, schoongepoetst inmiddels. Dus we weten, uh, al drie jaar, dat wij uh, te maken hebben met uh, een Mindflayer die we hier zien aankomen vliegen. En wat doet deze Mindflayer? Deze Mindflayer die, die heeft jou in een, in een pot zitten. En deze dame ook, Lezel. Um, en jullie krijgen allen uh, een, 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 een tadpole in jullie oog. En een soort van worm is dat. En met die worm uh, krijg jij specifieke powers. Maar die specifieke powers die komen ook met een prijs. En het is aan jullie om dat te omarmen. Of om te zeggen van... Hé hey, jongens, wij moeten zo snel mogelijk van dit ding af. Wie is jullie, want, wie is wij? Uh, alle, alle mensen die geïnfecteerd zijn met dit ding in hun ogen... en die niet direct doodgaan. Uh, dus een beetje de chosen ones. Um, want uh, ja, dat uiteindelijk uh, het lot wat je staat te wachten... als je een tadpole achter je ogen hebt... is dat je verandert in de mindflayer. Ja. En uh, dus is het aan jullie de taak om uh, zo snel mogelijk... eigenlijk zo snel mogelijk dat ding uit je oog te krijgen. Wil je niet eigenlijk gewoon een mindflayer zijn? Ik, uh... Nou ja, er gaat ook een verhaal de ronde... dat er op een gegeven moment bloed uit je oog komt... en uit je oren en dat je dus inderdaad niet zo lekker overleeft... en dat nee. je dus niet de transformatie uh, haalt. Ah. Um, maar ik moet zeggen, ik vond dit wel al direct... een hele leuke, fantasierijke soort van... Uh, manier om een party samen te stellen. Omdat je allemaal een soort van ik gedeeld heb lot hebt. Ja. Is het heel logisch dat je ook samen naar een eventuele, als die al bestaat, cure op zoek gaat? Ja, dat, 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 dat schuilt de vraag natuurlijk een beetje in. Ik ben ook, ook nog niet op het punt in het verhaal. Ik heb nu zo'n volgens mij zo'n 25 uur kunnen spelen in die vier dagen dat het uit is. Ik heb ook een dag moeten werken, Vier ja, dagen weet ik veel wat. Ja, volgens mij hetzelfde verhaal. Um, maar... <laughs> Ik durf nu alvast te zeggen, <laughs> verklappen, dat de, de komende maand, tegen de tijd dat wij die, die uiteindelijke review echt gaan opnemen, hopelijk dus volledig in uh, tabletopper-setting. Uh, Hoeveel schat je? Uh, tegen die tijd? Ja? Ah, dan zit ik, dan zit ik wel tegen de 150. Ja, uh. dat dacht ik al. Ja. Ik hoop <laughs> dat ik de 80, 90 dan haal. haal. Ja, ja. Augustus is bij mij nog niet zo heel druk qua werk, nee, dus dat, uh, dat valt mee. Um, maar ja, wat, wat is het verder? Het is eigenlijk gewoon, en uh, ja, het, het heeft natuurlijk de D&D-licentie, dus uh, monsters, rassen, klasses, uh, feats, spells, deuren bestaan niet. Uh, 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 elke locatie die je tegenkomt is ook iets wat gewoon in de wereld of in de, de lore van D&D bestaat. Uh, in, tenminste in de officiële lore. Heel veel mensen verzinnen natuurlijk gewoon hun eigen verhaal, dat is wat anders. Um, maar uh, daardoor zal je als D&D-speler zal dit je heel bekend voorkomen. En is het dan ook uh, een soort van feest van de herkenning van alles wat je kan met die personages? En, uh, ja, ik weet niet, want jij, jij speelt, je hebt wel eens D&D gedaan. Ik heb wel eens D&D gespeeld. En ja, ik, net wat je zegt, ik zou dit eigenlijk ook gewoon... Want ik heb best wel lang nagedacht over hoe omschrijf je dit nou? Als iemand ja. naar me vraagt van, yo, Baldur's Gate 3, soort van... Ergens had ik zoiets van, nou hè, Divinity 2... maar ja, dan moeten ze dat ook nog maar net kennen. Ja, maar dus, um, dus gewoon een hardcore RPG. Ja, behalve ja. dus dat ik zoiets had van... ik vind het wel het best omschreven... als een digitaal speelbare Dungeons Dragons campaign... in de ja. beste zin van ja. het woord. Als in, een van de dingen die zo uniek is, denk ik... aan Dungeons Dragons is dat... als jij het kunt verzinnen, dan kan het hoogstwaarschijnlijk ook. Ja. Je kunt het in ieder geval tegen de DM zeggen. Um, deze game staat dat ook op heel veel fronten toe. Ik heb echt zelden tot nooit... Meegemaakt dat ik niet iets wat ik kon verzinnen van simpele dingen als. Oh, misschien kan ik hier wel overheen springen, of oh, misschien kan ik dit wel in de fik zetten, of ja. je kunt het zo gek niet bedenken of um, ja, het kan of het werkt, dus ja. dat uh, maar wat kan je die stoel die daar stond, kan je mee Kan je, kan je drie kwartier meedragen ja, als je dat wil? Kan dat ja? ja, ja. Je, 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 ik heb bijvoorbeeld, om een voorbeeldje te noemen, ik was op een gegeven moment in een grot en uh, er lagen wat doden, maar er lag ook een, een dood goblin kind. Ja. Ik, ik heb dat kind in mijn inventory gestopt. Ik ja, dacht, wie weet, zei, is er iemand op zoek naar het ja, kind? Dat, tuurlijk, tuurlijk. Inmiddels, 25 uur of uh, 20 uur verder, uh, loop ik dus nog steeds met een goblinkind in, in mijn rugzak. Ja. En ik denk van, ja waar, waar, waar moet ik dat kind nu laten? Zolang je niet over comfort dus bent. Dus nu is dat je... mijn, uh, mijn... Straks ga je er eten. hè? Straks heb je geen eten meer over. dan maar dat kind. Een beetje dus ik, mayo. Dus ik heb ergens nu een beetje een soort van het doel voor mezelf verzonnen. Ook, om om zeg maar, dat, dat, een, dat kind een proper burial te geven. Op wat voor manier dat dan ook mogelijk zou kunnen zijn. Ja. Misschien is het gewoon in het water flikken op een, een plek van betekenis. Ja? Moet ik wel zeggen, als je moet kiezen tussen een nieuwe helm die te zwaar is of, <laughs> uh, of zo'n kind, ja, ja. dan is dat kind uh, uit Kinds mijn inventory. Maar, kan hij is je kind maar als 8 pound. Dus oh, het is okay, okay. dus een heel licht koppeling kindje. <laughs> um, maar ja, het, het, wat jij zegt inderdaad, het is gewoon eigenlijk een, een digitale versie van d&D. Uh, totaal niet te vergelijken met de virtual tabletops die je misschien ook wel eens in streams hebt gezien, waar het echt gewoon is van, je hebt een DM die het vertelt en weet ik veel wat. Hier is het wel echt de, 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 de best of both worlds wat betreft D&D en videogame. Ja. Want het is ook niet zo, het is ook niet zo steriel dat je echt alles maar zelf moet verzinnen en op moet schrijven en weet ik veel Het is wel in, in de juiste banen geleid om het echt een, een gaming ervaring te maken. Uh, en een gaming ervaring van, heb je me daar als je het mij vraagt? Want ja, je, je, je kan zo ongelooflijk veel. Ja, ik denk ja, dat dat tegelijkertijd... Je? Waar begin je? Ja. 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 Je <laughs> ziet hier bijvoorbeeld ook Characters, classes creation, dat. Oké, okay, laten we beginnen bij character creation. Uh, je hebt een x-aantal rassen van uh, wat speelbaar is in D&D. Je, je hebt bijvoorbeeld niet de, de bugbears en, uh, en de torens en weet ik veel wat. Je hebt wel bijvoorbeeld deze prachtige dragonborn. Je hebt ook uh, de, de, de elves, je hebt de, de half elfs je hebt een half-orc, je hebt de tieflings, je hebt de, um, uh, de humans natuurlijk, je hebt de De Donkey's. Ja, nou nee, hier zie je ze allemaal. Ik ja. ze, probeer ze uit mijn hoofd te doen, maar hier zie je ze inderdaad. Zijn er niet zijn Weet je, in D&D in, in heb je er echt vier, vijf keer meer, maar uh, dit zijn... Ja, die, maar dat uh, zijn ook wel meer de exotische rassen hoor. Dit zijn dit ja, zijn toch wel het leuke aan. Ja hoor, dat zeker. En ja. heel veel Als classes hebben ook subclasses. Of subraces sorry. Ja, heel veel races het... hebben subraces. Dus ja je kunt dit de... bijna keer twee doen zeg maar. Ja, ja. op die manier wel. Ja je... kijk met Dragonborn heb je natuurlijk de kleuren. Ja. Dus je hebt de, de black, de green, de red, de blue. Weet ik veel wat. En heb je ook nog eens de chromatic dragons. Of uh, dat zijn de chromatic dragons. Dan heb je ook nog eens de metallic dragons. Uh, ik ben voor een Copper Dragonborn gegaan, want de Copper Dragonborn die geeft als, als feature dat je uh, resistant bent tegen acid, en je hebt een acid spray als, uh, als action. Lijp, twijfel oh, ik nog vet, een beetje tussen de groene. het is wel en, heel de, vet, ja. Ja, en, en die, oh, die, die, die dragons die zijn gewoon, die zijn gewoon standaard lijp. Ja, ik, ik heb uiteindelijk ja. natuurlijk weer twee uur gezeten om, om vette te zijn. Ja, helemaal maken. niet nodig. Helemaal, helemaal niet moeilijk ook. Nee, en het gaat er niet per se anders uitzien dan deze vette Dragons. Want dat is natuurlijk het ding in heel veel. Uh, we hebben laatst nog een game gereviewd, of uh, uh, misschien komt die nog. Uh, van, van een character creator die gewoon niet, niet lijp was. Uh, ja. uh, hier kan je zo ontzettend veel. En ja, de character en dit, komt er altijd wel tof uit. Ook afhankelijk van hoe ver je zelf wil gaan. Dat is natuurlijk het ding. Kijk, als jij zegt van Yo, ik even heel gechargeerd gezegd. Ik wil een tovenaar of een wizard. Dan kun je dat binnen vijf minuten af hebben. Dat is op zich niet ingewikkeld. Ja. De game stopt je niet. Alles wordt van tevoren ingevuld zoals de game zelf denkt dat hè, de, de default moet zijn. Mm -hmm. Maar wil jij daar iets in aanpassen, dan mag dat. En ik denk dat de mensen die echt een soort van. Ja, character slash class fantasy los willen laten op deze game. Ik ben ja. zo iemand. Ik denk dat Daan uh, oh, nog meer zo iemand is. Dan ga je daar rekening mee houden. De, ja. de kleur van, de van je huid versus de lore die daarmee gepaard gaat, versus de spels die je daarbij kiest versus en de, de, de backstory. De kleren die je aandoet. Oh, de kleren absolutely. die je aandoet, ja. inderdaad. Ja, ook al zijn de stats minder. Als het visueel meer klopt met je class fantasy. Dat hij er anders uitziet, dan fuck die stats. Ga dan gewoon lekker voor. Ah, ja, dat uh, is de afweging de dan toch altijd. En dat vind ik, ja. wat ik wat voor mij altijd al gelijk een vette of een meer diepgaande RPG uh, 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 typeert. Wanneer je die afweging moet maken, ja. ga je er lijp uitzien? Of ga je met ja. de, de beste uh, stats uh, uh, de deur uit? Ah ja, omdat ook natuurlijk, en dat is natuurlijk ook weer het DD. Dat is iets wat ik heel vaak erbij zal zeggen. Maar bepaalde klassen, bepaalde rassen kunnen, zijn niet. Uh, um, ...proficient met bepaalde type wapens of armor. Dus ja, ik proficient kan nu wel... is de, de soort van, je kan hem vasthouden, maar er Maar je, iets je krijgt wel. nergens bonus van Sterker nog, hier en daar krijg je zelfs uh, een, een beetje minpunten. minpunten als, je, als je bepaalde ja. dingen draagt. Dus stel je voor, ik zou deze, deze Dragonborn Druid... Uh, ...een of andere lijpe heavy armor willen geven, dan, heeft het, dan werkt dat mij alleen maar tegen... Uh, ...want ik ben niet proficient met heavy armor. Deze gast kan uh, medium armor en light armor dragen... Uh, hij is ook niet proficient met, met zwaarden en zo. Nee, je moet hem gewoon lekker die staf geven. Je moet hem lekker zijn bladerige armen aan geven. En dan, dan is het ook het best. Want dan kom je qua statistieken dus ook het best uit de verf. Ja, ja, ja. dus vaak heeft dat ook wel overeenkomsten in dat opzicht. Dus ergens sluit het altijd wel een soort van goed aan. Uh, ik moet zeggen, ik heb er zelf inderdaad ook een uur of twee over gedaan. Voordat je dan inderdaad. En de lore, en de background, en de soort van kleuren en. Zelfs kleine dingetjes als hoe je haar zit, versus welke kleur dat dan moet zijn, een soort van. En dan denk je dus, yo, ik ben klaar. En dan druk je op next. De, eindelijk mag je die wereld in. Want je bent toch ook ergens wel benieuwd waar dat Tadpole uh, gedoe heen gaat. En dan mag je nog een character maken. Dat wordt namelijk je Guardian. Die had ik ja, ja. even niet aanzien komen. Het zat schijnbaar in de early access, maar. Dat ben ik. Uh, dat is gewoon ja. compleet vergeten. Dus het kwam voor mij weer opnieuw als een verrassing. Ja, op zich. Uh, daar hoef je niet heel veel moeite in te steken. Want die, dat is een cutscene-character die je heel af en toe. In je dromen tegen. Maar dat, dat vertellen ze niet. Dat was gelijk wel één dat ding. Dat zwang. ik dacht van. Ja. Hoe belangrijk gaat hij of zij zijn? Want of ik klik nu op Next Next Finish. En ik ga inderdaad die game in. Ja. Maar dat zou ook weer afbreuk doen aan de twee uur die ik al heb gespendeerd. Waarom niet nog een uurtje langer dat ik een vette Guardian uh, maak? Ik, ik moet wel zeggen. Ik ben nog niet op het punt of ik weet of zij in mijn geval. Uh, hmm. Echt heel veel of ik haar echt heel veel tegen zal komen of dat ze echt heel belangrijk is. Ik weet dat ze vast wel dat ze mij ja, en het eh, zal proberen te helpen op een bepaalde manier. Ik begin te twijfelen of ze mij daadwerkelijk helpt of niet. Dat zijn allemaal dingen die ik zelf ook nog gelukkig moet tegenkomen, want anders zou ik misschien hier een heel erg moeilijk spoiler uh, moeten ontwijken. Maar ik, uh, ik zou dat eerlijk nog niet weten. Maar, maar dat, dat soort grijze gebieden ga je alleen maar in deze game tegenkomen en dat is absoluut. denk ik ook waarom het zo interessant is om al die keuzes te moeten maken. Uh, het is niet alsof je groen versus rood hebt. Het is allemaal een beetje grijs. En ja, ja, je en beweegt de... je daar doorheen en je maakt keuzes die passen. of bij je karakter of wat logisch lijkt, überhaupt. Ja, en elke situatie heeft. Uh, niet grappig bedoeld, maar elke situatie heeft zo'n vijftig tinten grijs. waar je <laughs> kan kiezen. Ja, uh, ja wat, hoe, hoe speel je de game? Wat, wat doe je? Nou ja, je bent, uh, in principe uh, speel je. Uh, in, er zijn eigenlijk, het is op te delen in drie. ...pilaren. Je hebt gewoon het, het avontuurgedeelte waarin je rondloopt en uh, kistjes aan het zoeken bent en weet ik veel wat allemaal... ...natuurlijk ben je kistjes aan het zoeken, want je wilt alleen maar fucking loot natuurlijk... Um, ...waarin je uh, rond aan het zoeken bent wat er ergens speelt of wat er ergens gebeurt... ...en wat je ergens kan vinden, wat je kan ontdekken, misschien nieuwe locaties en dergelijke. Uh, geloof mij, er zitten echt grote locaties op de meest onverwachte plekken achter een deurtje of... Of in, in een kamer van een of andere uh, commandant of waar dan ook, wat je totaal niet verwacht. Dus, dus het, het geeft ook echt wel een, een volwaard, um, voldaan gevoel als je ja, in een kamer komt waar je eigenlijk niet hoort te zijn. En daar blijkt nog veel meer achter te zitten wel. <laughs> dat er echt gewoon een soort van hele quest zich voor jou ontvouwt zonder dat je had verwacht dat dat zou gebeuren. Ja, en ga je dan door inderdaad of ga je terug naar de main quest? Dat Precies. is dus je hele RPG verhaal. Wijk je af van het pad uh, of vind je daar iets op je pad wat heel belangrijk is voor wat je voor in de main story, dat weet je allemaal niet. Dus ja, dat is aan jou om te ontdekken. Dat is dus eigenlijk een beetje die eerste pilaar. Tweede pilaar zijn de dialogen. Nou ja, dialogen, je weet als je D&D speelt, ...dialogen is gewoon echt een, een integraal onderdeel van van je D&D avontuur, want Lul jezelf maar eens uit hele moeilijke situaties. Of lul uh, je, 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 je tegenstander in, uh, in een gesprek maar eens uh, onder de tafel. Omdat je om, niet om, hoeft te knokken, bijvoorbeeld. Niet hoeft te knokken of minder hoeft te betalen voor iets. Of dat, dat hij naar jou luistert en zegt: van, Hé, hey, weet je wat? Uh, ik, je hebt gelijk, man. Ik ga wel voor jou vechten als je hem een keertje nodig hebt. Hey, en hoe zet je die? Hoe, hoe werkt dat? Want kijk, zoals nu zijn het hier gewoon drie uh, uh, um, choices. Ja. Uh, staat erbij soort van als jij heel proficient bent in persuasion of intimidation, soort van ja. zijn dat losse je keuzes. Je ziet hier uh, de, de vier uh, um, dialoogopties die je hebt in, in deze zin dan in ieder geval. En um, als jij als jij uh, af wil gaan op bepaalde skills of bepaalde uh, uh, ability. Checks die daarbij horen, dan staat dat voor Wisdom, of dat staat voor uh, Arcana, of dat staat voor iets anders. Uh, dit, zijn meer, dit is volgens mij meer een, uh, een algemeen gesprek waarin je gewoon wat, wat leert uh, over uh, een van je medespelers. Uh, maar er zijn heel veel situaties waarin het echt ook duidelijk staat, ook illicit, als jij wil gebruik maken van je tadpole Powers, is makkelijker in een gesprek om, om dan iemand naar jou uh, gewoon uh, jouw kant op te krijgen, maar. Dat kan natuurlijk wat kosten op den duur. Dus je, je weet niet uh, in, in hoeverre dat verstandig is om je om maar altijd de makkelijkste optie uh, te nemen in zo'n gesprek. En als het niet werkt, want dat gaat vaak gepaard met een dice roll. Zoals ja. je dat dus kent van DD. Als dat niet werkt en je gooit dus lager dan wat jij nodig hebt uh, qua aantal. Dan kunnen ze het ook nog eens doorhebben. Dus ja. het kan niet alleen voor jouw karakter negatieve effecten hebben, maar het kan ook nog eens in het verhaal versus. Andere uh, karakters, negatieve effecten hebben. Dat ze zeggen: probeer je me nou met die? Uh, powers, um, een soort van te mind-readen? Of wat, ja. wat, wat, wat was je hier aan doen? Stond daar net uh, persuasion failed. Dus in dit geval hadden ze gewoon door dat jij iets probeerde te smiegelen, ja, maar het kijk, niet lukte. Je hebt natuurlijk, uh, niet alleen in, in gesprekken, maar ook, uh, ook daarbuiten, je kan het hier zien, um, ja, ik, hier doe ik het nog heel omslachtig. Ik heb uiteindelijk ook een hotbar zitten, waardoor ik het veel makkelijker doe. Maar als jij, als jij ergens een lock wil pikken, dan zie je, zoals in D&D ook is, behalve dat je niet ziet wat de DC is, de difficulty class, maar hier zie je, oké, okay, ik rol 13, ik krijg plus 3, ik krijg plus 4, ik krijg plus 2 plus 2, bomb op 24, easy. <laughs> easy. <laughs> easy. easy. Ik wil even mijn succesrelatie. Ja, live. En uh, en op die manier kom je dan weer op andere plekken of je, je kan, En die uh, skills die daaronder stonden, hè, die, 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 die stonden al paraat. Het is gewoon hoe je ja. je karakter hebt opgebouwd hebt. Het is niet dat je dat gekozen hebt voor dit rolletje. Uh, nee, nee, en dat, is, dat is zijn hele specifieke dingen. Dus ik laat hem lokpikken omdat hij daar goed mee is. Ja. Dus je uh, switcht omdat... gewoon naar je andere party ja. member. Kijk, misschien voor mensen die geen DD spullen, zal dat een beetje, een beetje lastig uit te leggen zijn. Maar je hebt dus uh, bepaalde dus proficiencies, dingen waar je goed mee bent. Daar tel je bepaalde bonussen bij op. En als, uh, als mijn uh, meneer de Dief uh, heel goed is met die dingen, Asterion, uh, dan krijgt hij een plus 3 van uh, zijn dexterity score. Dus uh, hij krijgt een plus 2 van zijn proficiency. Dan krijgt hij nog een keer een plus 2, omdat het misschien zijn expertise is. Dan krijgt hij nog eens een plusje van de guidance. Ja. Want guidance is heel makkelijk als bonus toe te voegen. Uh, uh, ja, guidance is een, echt een Iemand een anders die je ding. helpt Gewoon van: oké, okay, jij hebt guidance. Ja. Jij krijgt nu, <laughs> je, je mag beter? nu een 1D4 optellen bij wat jij gooit. Kijk, hier zie je ook: ik doe add bonus. Ja, en dan even die guidance toevoegen. Dus dan wordt er nog op de achtergrond een D4 gerold om te kijken hoeveel daaraan toegevoegd wordt. Nou, dit is echt een easy roll. Oh, jezus Christus, dames, doe je dat goed. Uh, ik doe dat niet goed, dat is gewoon geluk natuurlijk. Uh, maar 27 is uh, heel hoog. Kan Sowieso hoog, voor, vooral voor low-level uh, dingen. Ja, maar, je. maar dat is natuurlijk ook wel een ding van de rogue. Hè? De, de, yeah. de rogue's taak is specifiek om heel skilled te zijn met een paar dingen en dan echt, echt een expert te zijn. Um, maar dat heb je dus uh, buiten, buiten dialoog, maar ook in dialoog. Uh, er is één voorbeeld, volgens mij van een, een stukje filmpje uh, Dialoog 1, uh, Ruggie. Um, daar uh, ben ik in gesprek met uh, drie uh, ogers. En die drie ogers die, ja, die zitten eigenlijk te bepalen... of ik voor hun eten ben of niet. Um, en uiteindelijk heb ik het gesprek naar mijn hand weten te zetten... En, en weten te zeggen tegen hun van... ja, maar ik ben geëten, ik ben je vriend. En sterker nog... Als je mij gaat helpen, dan, want dit was een moeilijke rol. Um, heb ik Guardens toegevoegd? Ja, ik heb Guardens toegevoegd. Nou, laten we even kijken. Lukt het? Dit lukt duidelijk niet. Nee, nog niet. Um, gelukkig heb nee. je bepaalde momenten dat als je echt een uh, soort van in je rol kruipt. Uh, dat klinkt heel, heel ontslachtig, maar. Uh, dan kan je dus nog een keer rollen omdat je inspiration hebt. Bepaalde punten waardoor je een reroll kan doen. Nou ja, daardoor kan, heb ik de mazzel dat ik deze situatie. Wanneer is wil. dat? Als jij uh, bijvoorbeeld mijn achtergrond als, als speler is de folk hero. Ja. Als ik mensen in nood help, dan krijg ik een inspiratiepunt. Ja. En dan krijg ik een soort van uh, op de achtergrond een punt om een keertje te rerollen als dat nodig zou zijn. Ja. Als nou, je dat ook uh, uh, doet, hè? want je kan dat ook gewoon vergeten en dan gaat hij gewoon door. Precies. Ja, ja en uh, dan zou deze man gewoon zeggen van uh, nee, ben je gek, ja, je geeft me een duizend geld of je rolt maar op. Ja, dus, en... maar die, daarin helpt de game je niet per se. Daar moet je zelf actief je karakter je, je en je klaas kennen. Ja. Soms is het geluk hebben, soms dan kom je in een situatie terecht waarvan je denkt van yo, mijn character die sluit hier totaal niet bij aan. Dan heb je nog het geluk, in dialoog lang niet altijd, maar wel met uh, in de wereld. Uh, dat je andere characters uit je party iets kunt laten doen. Ja. Dus net wat ja. Daan zegt, een rogue is gewoon beter met bepaalde dingen... dan jouw eigen character misschien zou zijn. Ja. In dialoog is dat lang niet altijd zo. Nou ja, bijvoorbeeld een, een warlock heeft over het algemeen... omdat dat ook zijn spellcasting ability... ja, dan gaan we weer heel erg de technische kant op van D&D... maar uh, die heeft hoog charisma. Mm -hmm. Want zijn charisma gebruikt hij voor zijn krachten. Um, maar hoog charisma betekent dus ook... dat je in gesprekken vaak meer bonussen hebt met... Persuasion, dus overhalen, deception, mensen op het verkeerde been zetten of intimidation, intimideren. Maar um, je kan ook een uh, barbarian zijn, dan ben je een grote bonkige gast, dan ben je intimidating. Ja, maar als je dan geen hoge uh, charisma hebt en niet de proficiency in intimidation, dan heb je er alsnog niks aan. Nee. Dat, dus is dat, 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 dat klinkt misschien heel gek. Je denkt van ik ben een grote guy, dus ik ben heel intimiderend. Oh nee, nee zeker niet. Maar, dus, maar er zijn natuurlijk sommige classes inderdaad, die, of, of rassen, die hebben er daar gewoon extra's al ja. in, uh, wat dan logisch is. Dit zorgt er wel voor dat dingen heel eerlijk voelen. Ik heb me zelden in dialoog uh, of in de wereld een soort van bekocht gevoeld. Dat ik dacht van oké, okay, huh, ik had hier toch heel goed in moeten zijn. Maar uiteindelijk lukt het niet. Wat je bijvoorbeeld bij Disco Elysium had. Ja, maar ik, als ik, ik me dat, dat goed herinner. Bij... Uh, sorry? Ik heb dat. Dat vind ik dus grappig dat je dat zegt. Want. Want je hebt het hier nog steeds bij. Ja, juist. Oké. Okay, dat was okay. mijn hele probleem met de, uh, met, met de. Met de early access. en ja. Dat is gewoon natuurlijk ook wel. Dat hoort <laughs> bij de game. Mm -hmm. Maar het feit dat jij. Stel je je, je kiest voor een rogue. Hè? Dus ja. Je bent heel goed in sneaken en wat ja. dan ook. Op een gegeven moment is dus jouw roleplay. Je bent een fucking. Je bent een sneaker. Je bent een sneaker. Ja. En dan. Ben je daar dus naar verluid heel goed in. Want je stats zijn heel hoog. Mm -hmm. En dan rol je en dan mislukt het altijd. Maar je dus dan kunt een, je een je... ongelukkig moment hebben toch ergens. Da dat is dan wat ja. dat is. Want al die bonussen die tellen op naar... Waarschijnlijk haal je het, maar... Maar kijk, kijk alleen al naar die rolls die ik net had voor het lockpicken. Weet je, mm -hmm. als ik met mijn andere karakter zou lockpicken... Ja, plus nul bonus. Ja. Dan moet ik het hebben van of ik een tien gooi of op. hoger. Of het lukt. Of nou, uh, zeg maar 15 of hoger. Dat ja. lukt. ...bij die rogue hoef ik maar vijf te gooien... ...omdat ik gemiddeld zo'n 10 bonus krijg. Ja. Afhankelijk van de guidance natuurlijk. Maar dan, ja, dat, de, dus de, de, de drempel wordt voor zo iemand... ...ook al is die een expert, wordt veel lager... Uh, ...om uiteindelijk een goed genoeg rol te hebben... Ja. Maar het zegt niet dat het altijd lukt. Nee, precies dat. En wanneer dat tegen zit. Mm -hmm. wat ja. sommige <laughs> mensen hebben. Of ja. je, sommige mensen sommige hebben eras. Ja. maar dan voelt dat alsof je. Uh, ja, maar, hè, maar ik, ik ben toch in stats. Mijn character sheet mm -hmm. laat toch zien dat ik een hele. Lijpen fucking lockpicker bent. Waarom lukt het maar eens in de vier vijf keer? Ja. Dan uh, en en dat is ja dat is dat, omdat, dat is een omdat weird luktig. <laughs> ja, ja, dat In je. Dat weet Dat zou natuurlijk Dat goed zijn. Dat ik mezelf Dat geen guidance gaf en wat dan ook. Mm -hmm, maar, ja. Dus Dat is inderdaad Dat iets Dat weet Dat weet je. Dat weet Dat 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 ik het enige moeilijke vind aan deze game. Maar, Um, nou ja, dat heb ik inderdaad in de... In de uh, Volgens mij uh, in hebben de deze man ook. helemaal de moeder geïntimideerd uiteindelijk. <laughs> je, is dat ook, denk ik ook gelukt. Ik vind capy. het ook vet dat dit buiten dialoog, want nu zien we het veel in dialoog. Dank buiten goed. dialoog ja. um, gebeurt dit ook soms automatisch. Ja. Dan zie ja. je gewoon staan, jouw uh, perception, successful of niet. Wat je net dus zag in die, uh, in die dungeon. Ja. Um, maar ook um, afhankelijk van hoe jouw character of jouw party is samengesteld... Zie jij sommige dingen in de wereld wel of niet? Ja, ja. Dus stel je voor, je ziet een, een um, weet ik veel, uh, hangplanten. Het zou maar zo kunnen zijn dat wanneer jouw karakter een hoog genoeg uh, insight of perception, een van de twee, dat weet jij ja, beter, dan zie je ineens wel een deur erachter. Ja. En dan kun je wel op die deur klikken. En dan heb je ook nog je rogue mee, die goed kan lockpicken, want dat is natuurlijk ook nodig. En zeg hey, maar, dan een, kunnen een de hele organische. Kan. Ja, bijvoorbeeld, ik, ja. of van yo, ik zie dat hier inderdaad alleen uh, weet ik veel doorheen kan. En dan op die manier ontrafelen zich allemaal kleine verhaaltjes binnen een wereld die zich heel uniek aan jou getailerd doen voelen. Ja. Terwijl dat niet eens per se zo hoeft te zijn. Want we hadden het er net voor deze opname even over. En ik merk dat wij heel veel dezelfde dingen gezien hebben. Maar jij hebt dan bijvoorbeeld net weer een ander pad gekozen. Of uiteindelijk is het einddoel, denk ik... in ieder geval aan het begin van de game... voor zover we gespeeld hebben... wel veel al hetzelfde. Het ja. komt er alleen op neer... heb jij dit wel gezien? Nee. Oh, ik heb dit gehad. Nou ja, een voorbeeld... van, van wat je hier een beetje ziet... en wat, wat vooral in die eerste uren... Uh, heel erg speelt, is... er zijn een paar facties... Mm -hmm. uh, die allemaal wel iets tegen elkaar hebben. Ja, welke... ga je helpen? En... Niet per se automatisch welke je dus af, je kan ook zeggen van hey, misschien lukt het om ze allemaal te sparen. Misschien, misschien zeg je wel, hé, hey, fuck jullie allemaal. Ik maak jullie allemaal dood en ik kijk wel of er nog een oplossing over is om mij te helpen die Tadpo uit mijn kop te krijgen. Mm -hmm. ja, het maar, is maar net hoe je het aan wil pakken. Ja en ik denk natuurlijk op een gegeven moment, omdat er 16.000 17.000 einde zijn, dat je op een gegeven moment begint het echt te branchen. Weet je? Dus ja. dat je echt dat jij hele andere dingen meemaakt als ik. Ja. Maar ik hoop wel dat dat, uh, um, ja, dat, dat, dat dat heel veel is. En niet dat je. Mm -hmm. Inderdaad, uiteindelijk denk ik van, oh ja, dat ken ik ook en dat ken ik ja. ook en dat ken ik ook en oh, daar ben ik ook geweest. Maar ja, dus ik heb uiteindelijk ook hetzelfde pad. Ik heb uh, ook al met hem, hem net gesproken en ik zei van ja, en ik, uh, ik heb hem toen overgehaald om, uh, om dit te doen. Dus, huh, kon dat dan? Ja, ja en, en andersom. Maar ook, je bent er van, wel van, geweest. Ja, je bent wel geweest en je hebt waarschijnlijk die persoon gesproken, want dat, dat was ook wel heel erg het geval. Ja, verder ja. Maar dat ik zei van, uh, oh ja, en als je met die guy praat, die hoort, die hoort ook in je party. Wat? Ja. Maar uh, uiteindelijk begon je dit hele verhaal over eerst exploration, dan ja. dialoog. Nou, ja. daar zijn we nu gewend. En het derde is natuurlijk combat. combat. Ja, natuurlijk. Uh, op een gegeven moment uh, kom je, ontkom je er niet aan om, uh, om even een flink potje aars te schoppen. En uh, dan uh, ga je in combat. En vanaf dat moment is het ook: hè, je hebt eerst gewoon standaard die isometrische dingen waar iedereen, desnoods iedereen zijn eigen pad kan bewandelen. Want je kan gewoon je hele party lostrekken van elkaar. Um, maar op een gegeven moment is het natuurlijk in combat. Dan ga je te maken krijgen met de, de harde regels van DD. Namelijk, je bent turn-based uh, aan het vechten. En iedereen heeft een bepaalde initiative. Oftewel, uh, wanneer je aan de beurt bent in combat. Je ziet het bovenin uh, in het scherm. Uh, Ik snap nooit waarom, waarom noemen ze dat initiative Niet gewoon order, initiatief. Ja, maar wat? Ik heb heel veel initiatief. Is dus dat het? Ja. Gewoon een soort van, even of je er zin in hebt of niet. Ah, of, jij gewoon, uh, of jij gewoon bij de les was voordat het begon. Ja, op <laughs> die manier. Zo, Kijk, en, en zo, kan je ook, zo, zo kan je ook bijvoorbeeld zeggen van, oké, okay, die spin, uh, je ziet dat die net los staat van die party, dat is mijn uh, wild shape vorm op dat moment. Um, uh, links in beeld trouwens. Um, die, die had ook ondertussen nog kunnen sneaken en niks met deze comment te maken kunnen hebben. Het is maar net wat je mm -hmm. wil. Ja. Uh, maar als je helemaal met z'n allen in combat bent. dat is wel het meest overzichtelijke. Want dan anders gebeuren er heel veel dingen tegelijkertijd. maar dan ook los van elkaar. Um, maar ja, daar, daar, daar komen je. je class-specifieke. Uh, of je combat-specifieke powers. Uh, in het spel. Namelijk je spells of je, je wapens. Uh, ik heb hier uh, een rogue. die goed is met, een of met een boogschieten. Ik heb een cleric. die meer voor de, de healing. en voor de buffing en dergelijke is. Uh, mijn druid, de spin in dit geval nog, die heeft grappig genoeg een beetje meer een tank roll met de, de subclass die die heeft. Um, en uh, ik heb hier uh, Will en Will is de warlock en warlocks kunnen heel veel lekkere eldritch blasts doen, lekkere damage ook wel. Dus, uh, hoe, de, hoe ben je de mensen tegengekomen? Ja, nou, de, je, je team, wat je bent met de party? Je besteedt uh, iedereen? Ja, nou ik ben in principe kom die in de eerste paar uur komen ze de meeste wel tegen. Um, hij heeft er eentje over het hoofd gezien. Ik heb er eentje over het hoofd gezien. Dus ik ga binnenkort even terug om, uh, om die, die laatste guy even een party toe te voegen. Maar dat uh, maakt dus niet uit, want er zijn er genoeg. Ja. Ik dacht aan het begin heel erg dat het uit zou maken: van oh fuck, ik moet echt overal op klikken. Want, maar als je de ene mist, dan pak je ergens anders weer een andere op. Dus ja, zo maar, is het ook weer. Ik zou wel een wizard in mijn party hebben. Nee, snap ik. Nou ja, <laughs> dan moet je dus nog inderdaad even terug. En dan uiteindelijk dan: ja. hoeveel kunnen er mee? Vier, je hebt altijd een party van vier. Tenminste, je kan ook zeggen ik ga met tweeën, maar pff, niet heel verstandig. De rest kun je trouwens wel meenemen, maar die komen dan in een kamp terecht. Waar je dan ja. weer uitkomt als je een long rest doet. En dan kun je ook gesprekken met ze voeren en dat soort dingen. Ja, voor de mensen die niet weten wat het is, long rest. Short rest is uh, bij long rest ga je in DD ga je eigenlijk gewoon een nacht slapen. Krijg je al je spels weer terug. Krijg je al je krachten weer terug, krijg je al je HP weer terug. In deze game ga je ook daadwerkelijk fysiek naar een kamp. Uh, waar dus iedereen een soort van zijn eigen tentje heeft en waar je even met ze kan praten nog. Uh, zie het een beetje zoals bij Red Dead dat je ook gewoon je ja. soort van ja, je hideout had, waar je even met die anderen precies kon praten. Uh, en een short rest is gewoon in-game. Kun je heel snel indrukken. Een short rest krijgt iedereen weer wat HP erbij, niet alles. Uh, en sommige regainen dan weer hun, hun spelslots. Uh, sorry dat ik veel Engelse woorden gebruik, maar dat is precies hoe ik het voor me zie nu uh, met de UI in beeld. Um, ja, en, 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 en op die manier blijf je bezig en ben je niet constant soort van leeg. Wat betreft uh, spels en, uh, en HP. Van. Ja, het is gewoon een snelle manier van weer eventjes uh, ja, terug op je voeten landen zeg maar. En na vaak combat gewoon eventjes, uh, ja net wat je zegt, het feit dat je spels bijvoorbeeld maar één keer kunt gebruiken uh, in ieder gevecht en dat dat ook echt zo blijft na dat gevecht. Het is niet ja. zo dat je dan ineens al je punten weer terugkrijgt. Je moet dan rusten, het zij kort, het zij lang en dat is waarvoor dat is. En het dient ook een doel. Als in, niet alleen daarvoor, maar ook voor het verhaal en ook voor het dialoog en ook voor hoe je onderlinge relaties en zo verder gaan. Ja, want meestal, meestal in DD is het ook ongeveer wel zo dat je op een dag heb je meestal, één, of ja, meestal twee gevechten En dan merk je ook wel hier dat als je. Dan heb je ook wel echt een long rest nodig, want dan ben je door al je spels heen. Hm. Je ziet hier nu uh, die character onderin. Uh, er staan uh, twee paarse vlakjes met een tweetje. Hij heeft maar twee spelslots, want dat, is, dat hoort bij de Warlock. Uh, dus hij kan maar twee spels casten voordat hij een short rest moet doen om ze weer terug te krijgen. Uh, Anderen hebben bijvoorbeeld vier van level 1 en twee van level 2. Dus dat, maar dat zijn allemaal klassespecifieke dingen waar je achter komt als je speelt. Of als je DD speelt, dan weet je precies wat ik het over heb. En short rests en long rest kan je alleen maar doen als je, niet, als je, de, als niet je de, combat. de combat hebt gewonnen. Ja. Mm -hmm. Ja, want als je verliest, dan uh, mag je gewoon reloaden vanaf een bepaald punt. Ik denk dat heel veel mensen ook overal wel even snel zullen opslaan bij heel veel situaties. Zoals <laughs> hier ja, ook. Yeah. Kijk, het, je kan natuurlijk heel, heel cheesy gewoon zeggen: van oké, okay, nee, ik doe dit stukje even opnieuw. Want ik vind niet dat er een leuke uitkomst is uitgekomen. Um, ik, ik heb zoiets van: roll with it, man. Mm -hmm. Ga gewoon met wat het verhaal jou voorschotelt. Het enige stuk wat ik dus opnieuw heb gedaan is dit. Uiteindelijk nadat ik dit had opgenomen. Want er is een meid die blaast dus gewoon die hele fucking outpost op. Waardoor iedereen daar binnen dood is. En dat is oké, want ik had toch al wat tegen die mensen. Behalve dat zij daardoor wegrenden. En ik haar niet meer kon vinden. Dus ik had zoiets net. nee, nee, nee. Mevrouw, eerst ga jij ook dood. En dat zorg ik wel dat de rest ook. Ja, of als je ja. zeker weet dat je een gevecht verliest. Ik heb ook echt wel eens een gevecht gehad na, dat ik na twee minuten wist van fuck, ik ben nog met z'n drieën over. Er staan er nog zeven. Ja. Moet ik nu een half uur dit gevecht uit gaan spelen? Ik kan hem ook gewoon even reloaden en ja. dan opnieuw proberen? Ja. Het is niet per se om, om gebeurtenissen ongedaan te maken, maar meer om tijd te besparen. Van joh, dit gaat niet meer lukken of dit werkt niet meer. Of ja. een soort van... Ik heb echt ja, geen dat, zin. Dat je dan... Hey, deze cuttencen ken ik ook nog. Uh, dat, dat je uh, dat toch doet. Even een zeefje van uh, tien minuutjes eerder. En dan gaat er wel iets anders later mis. Ja, dus klopt. Je, ja. Je, je kan het blijven doen, inderdaad. Het blijft de hele tijd dat je denkt van: oh wacht, als ik, deze, als ik het nu niet had gereload, dan had ik waarschijnlijk hier niet terechtgekomen. Had dit ook niet verkeerd gegaan. Dus. Het, ja. je, je, je kan ook maar beter gewoon met die flow meegaan. Ja. Uh, tot, o, o, en tenzij je doodgaat. Kijk, en dat is natuurlijk sowieso al de charme van DD. Er de, de kan zoveel fout gaan. En door iets te doen. hef je weer wat anders op. Of, of zet je weer wat anders in gang. En, maar dat is juist de charme van. Wie weet, denk ik wel dat ik iets heel erg fout heb gedaan. Maar blijkt dat achteraf Precies, het beste dat. smart fucking move te zijn. Dat. En dat het was, was, dat, dat, dat zit zo in elkaar dat dat inderdaad zo een keer gaat voelen. Oh, dat je denkt van, ik, ik had het niet moeten reloaden. Weet je, ik heb nu bijvoorbeeld... Hè, wat ik zei net van, ik heb dat even gereload... want ik wilde die dame ook even meenemen in, het, in mijn slagpartij. Uh, wie weet... Had zij op een later punt mij wel geholpen met ja. iets of mij juist uh, aangewezen als van... Uh, nee deze guy is wel te vertrouwen want die heeft mij niet vermoord. Or you killed baby Hitler? Dat denk ik dat kan je ook dat bedenken. Ik, ja, ik vertrouw ja. daar niet. Dus nee, ik vond dat nee, zei, zijn dat natuurlijk. Dat is je eigen keus. Dat is jouw roleplay. Ja. ja. En en je ziet ook wel echt van, oké, okay, uh, in dit geval niet, want dit is gewoon een dungeon met met wat skeletten, maar uh, ja, ik uh, een outpost met allemaal vijandige goblins, ja. Ik, ik heb ze vermoord, maar daardoor waren al die andere goblins verderop ook ineens hostile. Waardoor een van de mogelijke keuzes om een cure te vinden voor ons grote probleem uh, ineens afgestreept werd. Niet meer mogelijk. Maar ja, ik had zoiets van: ik heb er wel een vet wapen over gehad. Heel veel goud. En, en schijnbaar is er nog ergens anders een mogelijke cure te vinden. Dan maar hopen dat die werkt. Stel je yeah. voor, dat dat was de enige... Kijk, ja, hier toevallig heel specifiek uh, de situatie waar het om gaat. Zonder dat ik daar verder wat over vertel. Maar um, ja, goblins, man. Fuck goblins. <laughs> ja. Schijnbaar. Ik heb schijnbaar in mijn character toen gewoon goblins. Bij deze. Kan. Hey, like de combat op XCOM of lijkt de like combat op uh, Divinity uh, 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 Original Sin? Kijk, Larian is Divinity Original Sin. Larian, of Baldur's Gate, is... Larian, dus is de Divinity Original Sin. Dit is gewoon een concept wat zij zo goed in de vingers hebben. En wat dus ook Naadloos pas bij DD. Ja. Um, met wat kleine tweaks ten opzichte van Divinity. Volgens mij had je daar niet per se de spelslot. Of had je die daar wel ook. Uh, jawel, alleen je had daar niet per se. Um... Tenminste, het werkte op een andere manier. Als in je had daar niet inderdaad spelslots. Je werkte daar volgens mij exclusief met action points. Ja. Ja. En als die oh, op ja, waren, ja, ja, dan ja, was dat ja. wat het was. Ja, precies. Uh, dat was... Maar daar zaten inderdaad weer wat andere twists aan die dit dan weer niet heeft ten opzichte van, uh, van dat. Um, ik had het idee dat dat. Iets meer naar nou, arcade wil ik niet zeggen maar je Vergeven. was daar meer iets ja vergeeflijker en je ja, was iets meer iets aangewezen meer... op uh, de spels die je had iets meer een traditionele videogame RPG en ja, dit is misschien iets meer de D&D ja. met het stappen en, uh, en en wat dan ook ja daar heb ik ook wel het stappen maar, maar hier, hier heb je wel echt heel duidelijk van oké okay, deze character heeft een bepaalde keuze gemaakt om dit pad te bewandelen mm -hmm dan is dat zijn specialiteit. En dan moet je hem ook echt daarvoor gebruiken. Kan je, kan je hier bijvoorbeeld... Je, als het goed is, hè, kan je hier de, die, 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 dat, dat, dat smeulende ding... dat aan het plafond hangt, kan je wel naar beneden schieten, toch? Uh, als je even wacht, dan, uh... ja. Ja. dan, ja, dan, dan zie je is, wat er gebeurt. Ja, nee, maar precies. dat zijn dus allemaal van die dingen. En ik maar ook kon in ik ook niet al. op die manier zo uitgebreid, drie, drie, toch? Twee, dus één, soms wel, pling. maar hier kan het eigenlijk Boem. echt altijd. Ja. Dat is een beetje een ding, ding. Bijna dat, uh... alles wat je ziet, kan je iets mee... Iets, ja, misschien kan je niet de trap omgooien of zo. Nou, dat komt ook door die dingen links. Ik zeg maar tuurlijk Volgens mij heeft. kan ik die trap ook opblazen, ja, op omgooien. Gewoon nee, nee, niet omgooien, wel nee. opblazen. Ja. Ik, ik gebruik hier mijn Spike Growth, Spike Growth dames en heren. <laughs> topper, echt een topper. Helemaal met lopende enemies. Je ziet ze gaan. Vijf, vier, zes, bam. Elke stap fucking veel damage. Moet je hebben als druid zijn. Um, ja, maar ik meteen een minpunt overigens. Combat waar je erg veel hoogteverschil hebt, is echt heel lastig om die camera een beetje lekker mee te krijgen. Ja. ja. Ja, eh, dat is sommige ding. ruimtes makkelijker dan andere ruimtes, maar inderdaad... Zoals Vooral waar het kerk... vlak is, is het oké. Okay, maar als ja. er heel veel hoge, hoge bomen en de ene staat zo, en de andere staat zo, en de andere staat weer ergens laag... dan is dat heel, heel lastig. <laughs> Ik zag je in zitten. Huh? <laughs> ik zag hem met mijn inventory. Ik zag altijd over dat jouw. Wat Cool. Ja. Die um, abilities links, trouwens. Los van dat je een Warlock kunt zijn of een druid, of whatever. Uh, je hebt ook altijd een standaard set aan dingen die je kunt doen. Ja. Uh, met, je kunt mensen duwen, je kunt mensen schoppen, je kunt springen, je kunt nou, dat soort objecten, dingen gooien. Dingen gooien uh, dus ook hier kun jij die creativiteit van. Wat zou ik in deze situatie willen doen, kun je loslaten op die ja. situatie. Waardoor ja. juist met bijvoorbeeld hoogteverschillen, ondanks de camera, kun je wel iemand ergens afduwen. Of... Oh, en dat is heerlijk. Dat is echt heel fijn. Ja, je hebt ook abilities, een soort van Fus Roda achtige abilities, met name mages of wizards, die, die kunnen dat. Thunderwave, baby. Ja, die, die, die schoppen ze er gewoon uh, ja, genadeloos vanaf. Um, en ik moet zeggen... Ik denk dat dat een van de dingen is die de charme van deze game is. Uh, Larian forceert je niet om alles te zien en vindt het ook niet erg als je niet alles ziet. Plus dat ze de verantwoordelijkheid daarvoor volledig bij jou laten. Ze gaan niet zeggen van oh je moet nu even hierheen, oh je moet nu even daarheen, want dan heb je onze hele wereld gezien. Net wat Daan zegt, als jij ervoor kiest om een deurtje een keer niet open te maken, ja misschien mis je wel een he hele wereld, ja. ja. Zou kunnen en ik merk dat ik dat gewoon heel erg kan waarderen. Dat uh, de game je serieus neemt, ook niet bang is om je af te straffen en ook beroep doet op je creativiteit en je vindingrijkheid, met name in bepaalde situaties mm -hmm. om shit op te lossen. Want doe je dat niet, dan kom je al heel snel terecht bij: oh, ik doe een fireball op die en ik doe een fireball op die en turn. Ja, maar en wordt... dat is niet echt vet of zo. Nee. Dat, precies dat. En ik denk dat dat is namelijk ook. Ik was toen ik de, de dingen. De, 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 uh, Early access speelde. nog niet zo uh, into DD. Mm -hmm. Het voelde daardoor. remmend en ja, lastig. En wat dan ook. Dus ja. Ik denk wel dat je. Um, en ik hou van best wel van hardcore RPG's. Maar ik mm -hmm. vond het zelf in een bepaalde manier gewoon te too much. Ja, snap ik. Um, je? Ik denk wel dat je. Of nou, nee, laat ik het zo zeggen. Moet je. ...een bepaalde mate van D&D kennen om het volledig te appreciëren... ...omdat je anders de, uh, niet alles eruit haalt wat je eruit kan halen. Want dan ga je alleen maar op een fireball uh, spelen bewijs van. Uh, nee, sterker nog, ik denk dat, je, dat dit juist een hele goede soort van tutorial is... ...om D&D te leren spelen. Ja, je leert de regels afgebakend kennen. Het, het is, is niet wel... zo dat, dat je dingen kunt doen die niet zouden kunnen. Kijk, het is wel zo dat, dat, ik weet heel specifiek, ik wil me, me als Druid Wisdom zo snel mogelijk 18 hebben... want dan heb ik plus 4 bonus. Kijk, als jij, dat soort dingen. Dat soort ja. dingen, dat wordt, ja, dat wordt uitgelegd... maar dan moet je wel zelf naar op zoek gaan. Nou, ja. Je kan beter inderdaad gewoon D&D-regel... we gaan door de, de, de rulebook-bewijzen van door gaan lezen... om te zien wat je met deze game gaat doen. Want op, op een gegeven moment natuurlijk... ja, weet je, er zitten een bepaalde mate van, van uh, uh, ja, tutorial-achtig... weet je, de game progressed wel... dat je denkt van oké, okay, nu is dit... Mm -hmm. maar er zit zoveel in dat, je, dat ik denk dat als je niet... Uh, of een hele hardcore speler bent en gewoon je erin vastbijt. Of DD kent, uh, voor een beetje basis. Dan ga je gewoon heel veel missen. En, ja. en, en dan voelt het misschien zelfs wel heel ouderwets. Nou, je komt trager aan bij een bepaald punt, denk ik. Ik denk dat stel je voor, je kijkt dit en je hebt nog nooit DD gespeeld. Hetzij in het echt of hetzij in de vorm van een divinity of dit of weet ik veel. Um, je gaat er echt wel komen. En je gaat ook tegen dingen aanlopen. Ik merk nu ook dingen met mijn warlock... waarvan ik denk van... fuck, als ik juist een druid was geweest... of als ik juist een rogue was geweest... dan had ik dat wel gekund. Mm -hmm. um, dat hoort er gewoon bij... dat je bepaalde dingen niet kunt... en dat je geremd wordt. Plus dat... en dat is wel het grootste ding... wat ik zelf zou hebben. Je moet wel een soort van... Echt in deze game willen duiken. Ja. Dan haal je er het meeste uit. Want ja. dan ga je organisch dat soort dingen tegenkomen. Misschien weet je niet van tevoren dat je iemand ergens af kan duwen. Of misschien weet je niet dat je een intelligence boost krijgt op dit level. Daar kom je wel achter. En als je ja. dat dan ziet. En je denkt van hé, hey, fuck, ik heb ook een rook in mijn party. Misschien krijgt die op datzelfde level wel een dexterity boost. Of zo. Ja. Of ja, maar, ja. je moet een soort van. Kijk, ja, maar dat ook, een beetje een nieuwsgierigheid hebben. hebben. Ja, precies. Dat want anders dan ga je natuurlijk ook gewoon al die. Al die dingen missen. Misschien heb je wel zoiets ja, van, ja, tuurlijk, ja. een, een wizard zijn die heel sterk is. Ja, ja succes. Ja. Weet je, dat? want zo'n ja. opleiding is de ook ja, nee. Het is natuurlijk wel, uh, deze game, you, okay, als je hem op gewoon balance speelt, je hoeft niet ultra geoptimaliseerd te zijn. Dus als iemand tegen mij zegt, ook bijvoorbeeld in de Game Kings community, ja, ik, ik vind het vet. Uh, denk je dat dit uh, goede chat GPT raadt mij aan om deze ability scores te doen? Uh, <laughs> maar dan zie ik een paar keer 13 en ik denk dan zeg ik van, ja, maar het is eigenlijk beter. Eentje waarvan je weet dat je, niet, uh, dat je die niet omhoog gaat pushen, doe die lekker 12. Ja, of... Want de 12 telt als plus 1, de 13 telt als plus 1, en pas vanaf 14. Een uh, soort uh, van kort uitlegje: mm -hmm. uh, ability scores krijg je bonussen op uh, op het moment dat je een even getal hebt. Dus op 10 is plus 0, op 12 is plus 1, 14 is plus 2, 16 plus 3. Daarom wil ik mijn wisdom op 18, want dan is het plus 4. Dat plus 4 dat heeft invloed op. Uh, hoe makkelijk je spels raakt, raakt. Uh, hoe hoog jouw, uh, uh, jouw, jouw spell-saves zijn. Nou, dat is ook weer iets om uit te leggen, maar dat, hoe, hoe makkelijk een enemy uh, wel of niet zich kan weerstaan tegen het effect van jouw spel. En daardoor wil je die plus Wat ook, ook weer te maken hebben. heeft met de, de, de armor en wat dan ook van... Van, en van en de, de races, tegenstander. Van de tegenstander ja. zelf, hè? Ja. dus het is niet alleen je, jouw nummertjes. Dus. Nee, ik bedoel, ik, ik wil het liefst geen strength-based spels uh, slingeren naar een enemy die een hoge strength heeft, want die kan dat makkelijk weerstaan. Ik wil gebruik maken van zijn zwakte zwaktepunten. Dus je kan ook een een enemy inspecten en dan zie je heel goed van, oké, okay, die heeft een strength score van 19 en een, uh, een intelligence van 3. Mm -hmm. Ja, dan weet ik dat als ik een intelligence Gerelateerde spel zou slingeren waarbij die intelligence saving throw moet gooien. Dat je wel dat wint. Het waarschijnlijk wel lukt, ja. Kijk hier eens ja. eventjes wat. Uh, of naar dat. Die is de de fiets. fiets. Ja, ja, dat is ook gewoon één uh, op één D&D. Uh, er missen een heel groot aantal, omdat die lijst is gewoon echt gigantisch. En uh, helaas mis ik wel. Precies de, uh, de, 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 de waar je een plusje voor charisma krijgt en nog een bonusje. Dat is jammer, want daardoor kon ik net niet sommige dingen naar de 18 tillen. Um, en ben ik in veel gevallen ook gewoon voor de normale ability score increase gegaan. Want als je, als je level 4 wordt. Ik mag kiezen of een feed of uh, twee punten aan een ability geven. Ja, ik, het is. Het maar is het is complex, niet erg als je dit, dit van tevoren niet weet. Nee. Je moet alleen drie kwartier lezen in dat, die hele lijst. Dat is ja. het. En dat moet je willen als je nu al. Precies als je dat. dit kijkt en je ziet het en je denkt ik wil niet drie kwartier een lijst van skills doorlezen, niet kopen. Op het begin ja. nee, ik, ik, kan je nog denken van oh eventjes lezen wat al deze veertig uh, dingen oh. doen. Maar als je dan inderdaad weet op, op level 4 kan je of een ability Op level kiezen, 4 moet je weer lezen en op level 8 ja. moet je weer lezen en op level ja. 8, je blijft ja. lezen. Dat je het niet vet veel vindt. lezen <laughs> uh, en je verdiepen en letterlijk leren hoe de mechanics zijn. En daarin is deze game natuurlijk, weet je, ext extensief. Meer de, ja. veel dan andere uh, games. Want sommige games, die, of ze nou heel hardcore zijn of heel. Die, die, dat gaat heel gemoeilijk. Nee, hier moet je gewoon. je moet studeren. Ja. Om, om, ja. om het. om het. om uh, het. een beetje slik uit de dingen te krijgen. Want anders dan zal je zien dat je, als je puur keuzes gaat maken op, op, je, op je eigen soort van, oh maar dit vind ik leuk, mm -hmm. dan ga je jezelf heel erg tegenwerken maar, in de game. Ja, gang. maar dat is, dat is dan wel alleen je eigen kerkte, want die andere die zijn in principe al zo ingericht. Ja, ja oké, okay, die levelen natuurlijk ook en dan moet je per level ook wel kiezen wat, ja. wat zij voor bonusen krijgen, maar die ja, maar, zijn qua ability scores. Stel dat maakt geen sens uh, wat je kiest, omdat, maar alleen maar omdat je dat roleplaying-wise leuk vindt of mm -hmm. vindt passen bij wat je zelf hebt verzonnen, ja, dan ga je jezelf en, en, en je, en je gameervaring tegenwerken. Ja, ja in, in dat opzicht is het heel handig als je DD kent. Je wil een wizard met een zwaard, man. Weet je dat? Dat kan. Ja. En dit kan letterlijk, maar de game gaat er niet makkelijker en leuker op worden. Nee, je, je, nee. je, je, je gaat niet uh, ideaal of geoptimaliseerd gebruik kunnen maken van. Nee. Maar dit, het, het heeft zeker nut om, om voorkennis van DD te, te hebben voordat je dit speelt. Andersom, wat ik zeg, dit is tegelijkertijd ook een hele goede tutorial voor DD. Want als jij leert hoe het zit met saving throws en uh, uh, met, uh, en, ja, niet eens encumbrance, dat maakt daar niet zoveel uit, maar, maar skills en spells en spelslots vooral van. Ja, je mag zoveel spels van level 1 per long rest of je mag zoveel spels van level 2 per ja, long Ja, dat. Rest. Er zitten zoveel dat je denkt van Jezus, maar dat wordt wel een soort van het eerste wel in omdat het niet allemaal bij level 1 om meteen pats boom... en nee. hier heb je 100 spels en hier heb je dit, weet je, een druid die kan zes spel's uh, ja, dat is ook weer lastig, geprepareerd hebben, want hij heeft er nog uh, acht in de backup. Ja, de ja. ja, Hier is het dan zodra je buiten combat bent, mag je dat redelijk vrij aanpassen. Ah. Wat ergens ook wel logisch is, want anders haalt dat dat gaminess er een beetje ervan af. Ja. Um, maar ja, dat, dat, ja, en op het moment dat je level 2 wordt, oh ja, je mag er eentje bij doen. Oh ja, op het moment dat je level 3... Oh ja, je kan ze vervangen en je kan dit doen je kan dat doen. Oh, op een gegeven moment krijg je level 2 spels erbij. En dan krijg je twee level 2 slots. En uh, vier level 1 slots, zoals je hier onderin, boven het middelste balkje ziet, waar het die vier blauwe puntjes... En twee lege puntjes, want ik heb mijn twee level 2 spels helaas al gebruikt. Dus je eerst je, je er wel in, maar inderdaad, het vergt... Enige of veel toewijding en, ja. en uh, uh, bereidheid om te willen leren te spelen. Precies bereidheid en toewijding. Dat is ja. inderdaad wat je wel echt nodig hebt voor, uh, voor uh, deze game. Maar ja, als je daar doorheen uh, komt, uh, als je dus niet die voorkennis hebt, als je daar doorheen komt, ja, dan staat je een verhaal te wachten. Waarbij je zoveel honderden uren uh, kwijt kan zijn en je helemaal kan verliezen. En. en Daarbij mijn tip ook nogmaals: van, heb scheid als het fout gaat. Want juist dingen die fout gaan drijven het verhaal wel verder vooruit. Dus, dus, dus ja, weet je hier, nou ja, over iets wat fout gaat gesproken. Uh, een leuk voorbeeld. Deze man staat in een vo veld volledig gevuld met uh, uh, explosieve ashwit shrooms. Expose, shrooms. Um, loop ik te dicht langs de shroom, gaat ze af en uh, dan breekt de pleuris uit. Doe ik dat niet en weet ik met hem te praten. dan. weet ik misschien een manier te vinden om hem daaruit te redden. Um, maar ja, je zal snel genoeg merken. van kijk, hé, hey, zijn rug, rugzak toevallig. En hij zit altijd te roepen om. hé, waar de fuck is mijn rugzak? Waar de fuck is mijn rugzak? Is dit in combat? Nee, dit is. Uh, dit is ik heb uh, één persoon. Uh, die ga ik hier preppen om. Uh, want ik wil hem een Misty Step geven. Misty Step is een move waarmee je kan teleporteren. een x aantal meter. Uh, en ik heb hem ook daarna meteen. Een scroll gegeven om hem samen met die meneer Check ook hier even de inventory uh, management. Gewoon de, hè, de chaos die je hier ziet. Ja, oké, okay, ik had het niet heel netjes gedaan. Uh, nee, dus ik trek hem even los. Ik wil alleen die meneer lopen. Want ik, ik wil niet dat zij en mij in de weg gaan lopen. Wat van nu niet dan ook. En dat dat ding dus afgaat. Um, dus ik heb zoiets, oké, okay, ik heb nu dat. Hij zegt, nee, uh, stop. Deze shit gaat allemaal af als je dichtbij komt. En, en hij zegt ook, ja, die tas. Je moet mijn tas vinden. Nou, die tas zag ik net toevallig al liggen. Want dat is het geval, in die tas liggen inderdaad ook een paar scrolls van Misty Step. Oftewel, waardoor hij zelf eruit kan teleporteren. Uh, maar ja, dan moet hij dus wel maar net overleven. En... Uh ja, je kunt, je kunt maar kijk, dit is dus één approach. Je had ja, je ook met jouw uh, Dragonborn character die is toevallig resistent tegen acid, had je er misschien ook makkelijker doorheen kunnen lopen. Bewijzen van. Zeg maar ja, dat maar zijn die situatie afhankelijk. Dan, dan is het nog maar de vraag of, of die meneer het over. Ja, dat is waar. Dat weet je dan natuurlijk weer niet. Dus maar dat maar is weer je weet een ook niet ding. of hij, hij kan namelijk ook dat je stel je zou me redden. Het kan ook zijn dat je zegt van, oké, okay, thanks je. en gewoon weg. Ja, dat, dat kan je kan zeker ook. doen. Ja, ja maar als dat kan ook gewoon, gewoon er zo er zijn. Ja. Uh, sterker nog, als jij gewoon alleen in tas wil kijken... kijk, hier gaat hij af ja nou, kijk hier de kleur <laughs> breekt uit, dit dit wilde ik niet en die meneer die is echt hartstikke dood en ik ook binnen enkele momenten want ja de 23 ap wordt op een gegeven moment minder 21 ap en dit Dat uh, lijkt wel een nukio. joh. Nou nou ja, ja dit is ja. napalm ja Newtown ja en, en die meneer is helaas niet gered. Nee. En ik weet niet wat voor gevolg dat heeft. Want nee, ik, ik zag wel, wel een niks. journal update dat iemand op zoek was naar een man die, uh, die paddenstoelen verzamelde. Ah. Dus ik heb iemand niet blij gemaakt. Nee. Nou ja, daar kan je ook weer tegen zeggen. Misschien had hij eens wel mooi... Ik vond het toch wel een, een lul van een Ik kan zeggen van, hé, uh, hey, ik heb deze persoon gevonden, maar hij was helaas dood. Ja. Oh, uh, wat is er gebeurd dan? Ja ga je de waarheid vertellen door te zeggen van uh, ja dankzij mij zijn al die dingen geëxplodeerd ja. of zeg ik uh, van uh, ja toen ik kwam was alles al geëxplodeerd en dan moet ja. je dus weer een deception check want je probeert iemand op het verkeerde been te zetten en op die manier krijg je daar ook weer soort van mini verhaaltjes in en en het is gewoon één groot web aan, aan verhaal lijpen fucking shit die je kan ontdekken het is en... prime weet je fantasy het is peak fantasy uh, wat is die hardcore -fantasy. fantasy RPG ja. shit ja is het uh, ziet het er mooi uit uh, ik vind, uh, ja, het ziet er mooi uit. Uh, wel in, in dialoog, vind ik het een beetje een soort van animatronic-achtig. Uh, niet. Weet je, de, de lip-sync is ook niet perfect en zo. Maar dat, dat ja. zijn dingen waar ik doorheen kan kijken als de rest zo gruwelijk vet is. Je kunt zoveel dat niet, voor, niet alles heeft een animatie. Dat valt mij vooral op. Dus waar ja. jij in de meeste games, als jij een barrel op wil pakken, dan zie je iemand echt een barrel oppakken en ja. ergens neerzetten. Hier sleep je met je muis de barrel magisch van de ene naar de andere kant. omdat die character die reach toevallig heeft. Ja. Dat soort dingen die moet je voor lief nemen. Ik vind het grafisch gezien erg mooi. Ik vind de performance ook goed. Ja. Ik heb geen één crash gehad. Uh, sommige mensen heb ik daarover gehoord, Anderen weer niet. Nou, ik weet niet of jij ze hebt gehad, nee. maar ik ook niet. Um... Nee, dus er was op een gegeven moment één gedeelte waar een... Uh... Een draak kwam, dames en heren. En uh, toen uh, begon hij heel even klein, een klein beetje te leggen. Maar dat was drie oh, ja. seconden of zo, vijf seconden. Ik heb wel één keer gehad dat ik in dialoog was met iemand. En zijn uh, character was niet gespaand in dat dialoog. Dus okay. ik was met lucht aan het praten. Ja, en ja. Ik, dat, ik, uh, achter, dat, dat ik precies achter de cameraman, technisch gezien. Mm -hmm. Achter een steen stond. Waardoor hij naar nou, een steen stond te filmen. En ja. aan de andere kant <laughs> mij wel weer steeds zag. Dus oh, zo ja. Want ja. <laughs> dat zijn gewoon, ja, die worden real-time. Een soort van een ja. Ja, camera voeling. Ja, met hadden. wat is het? 100 71 uur aan cutscenes of iets dergelijks. Mm het -hmm. is dat ja, natuurlijk dat ook is niet gek ja, dat er af en toe precies. iets uh, niet helemaal klopt. Nou ja, dat is natuurlijk wel het ding. Er zit zoveel in deze game dat het ook niet perfect kan. Zoals vaker gezegd wordt over de meeste RPG's. En ik denk ook niet dat het heel erg is. Want juist hoe serieus de game ook genomen moet worden om er iets uit te halen. Het hoeft niet altijd even serieus te gaan of te zijn of zo. Het maakt niet uit dat een barrel van de ene naar de andere kant zweeft... of dat er misschien een keer een animatie niet afgemaakt wordt. Dat hoort ergens ook wel weer bij een bordspel of zo. Wat, je, wat het in ja. je achterhoofd toch nog steeds een soort van... Ja, zit, de game zit vol hilariteit. Dus dan, ja. dan kunnen dat soort dingen kunnen we wel zonder dat het breekt. Ja, wat ze, wat ze heel slim hebben gedaan bij Larian is echt wel... Ze zijn er vanuit een D&D-spelersperspectief uh, ingedoken. Dus zeg maar, veel van de opties die je hebt... zijn de opties die de gemiddelde D&D-speler... Zou verzinnen. Zou verzinnen. Bedoel, ja. Natuurlijk seks wanneer het kan. Weet je, pimos, uh, neuken, noem maar op. Dat, dat, dat zit er allemaal in, want ze weten dat DD-spelers gewoon een stel viespeuken zijn, die als ze de kans krijgen, dan gaan ze romansen natuurlijk. Ja, en het is ook grappig gewoon, weet je. Er, er veel je mensen, denk in. ik, ja. dat het, dat het, dat het uh, spelen, D&D, uh, weet je, met maten, bij elkaar, biertje erbij. Dus je krijgt af en toe dan gewoon eventjes wat, wat, wat gin ja. ja. daarom zit dat ook in de game, denk ik. Ja, ja en het kan dus ook co-op. Dus hè, bedoel, als jij de hele campaign samen wil spelen, het zijn met vier anderen, dan, of met één iemand of met twee anderen, dan, dan kan dat gewoon. Ja. Um, ja, dus e dat is er ook, die Discord-avonden, die zullen er ongetwijfeld heel veel nog gaan komen en al geweest zijn. Ja, het ja. enige lastige daarvan vind ik wel, uh, en ja dat is iets wat Larry natuurlijk totaal niet in de hand kan hebben, van dit is zo'n grote game, als jij dit een hele playthrough wil regelen met, met dus drie keren, ja, sa sa samen spelers. gaan wonen met z'n allen. Dan, je, dan, 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 <laughs> ja. dan moet je bijna wel samen wonen. Ja, ik wonen, zou een huurhuis zoeken met z'n drieën. En, en je moet vier. dus alle vier uh, werkloos zijn, want anders lukt het ja. ook niet. <laughs> ja. Ik vind het nog wel belangrijk om aan te stippen uh, die performance. Uh, ik heb hem op de PC gespeeld, want daar is hij nu alleen nog maar beschikbaar. Hij ja. komt ook naar de PlayStation 5. Omwille daarvan heb ik hem getest met een controller. Muis en toetsenbord heeft wel echt mijn voorkeur. Lekker snel op menu's klikken, dat heb ik altijd met RPG's, maar juist bij deze. Hoe ze het hebben opgelost is dat alles wordt een cirkelvormig menu, zo'n radial menu... Uh, waarin je dus met een stick doorheen kunt om iets te selecteren. Een bepaalde uh, vaardigheid, een bepaald ding wat je wilt doen. Springen, lockpicken, whatever. Het zit allemaal in een radial menu verstopt. Wordt het geslowdowned? Uh, nee, nee. Nee, ja. nee, omdat het dus de combat is turn-based. Dus daar, ja, hoeft die, daar hoeft het ja. niet. Maar... maar in de main uh, soort van hub of wereld, of zo hoeft dat ook niet. En je kan per ook, je kan ook nee. gewoon, tijdens het normale spelen kan je op een gegeven moment ook zeggen. Ik zet turn-based modus aan zodat je, dat je, kijk, stel je voor ik wil twee dingen tegelijkertijd doen met twee verschillende characters en ik heb die turn-based mode aanstaan. Dan ja. weet ik in ieder geval niet, wat weet ik tenminste wel, wel zeker dat bijvoorbeeld als er twee guards rondlopen, dat die niet uh, ondertussen rondlopen en ik heel krampachtig gauw naar die andere personage, omdat die anders niet snel genoeg naar die andere ruimte kan lopen. Dat, dan kun je gewoon even turn-based modes aanzetten. Dan gaan eerst al jouw characters en dan krijg je gewoon de world events van oké, okay, wat zouden deze guards nu gedaan hebben in de komende twee seconden. Dan ja. doen ze een stukje en dan kan je inderdaad even op die manier een beetje je tijd nemen. Dus ook dat kan nog. Um, en ik heb hem op de Steam Deck getest en daar werkt hij ook prima. Uh, meer dan prima. Hij is zelfs Steam Deck verified ook inmiddels. Uh, dus dat betekent dat de tekst goed te lezen is. Dat de controls native werken zonder dat je er zelf mee hoeft te kutten. Nou goed, allemaal dat soort dingen. Het werkt gewoon dus wel als dezelfde een. Wheel? Uh, wel dezelfde wheel. Ja, ja precies. Dat, dat is gewoon controller-eigen. Uh, je kunt ook wel met de touchscreen die de Steam Deck heeft dingen aanklikken en zo. Maar dat je ziet dan dat hij al die radial shit, al die cirkelvormige menu's, die moet hij allemaal uitladen en de keyboard controls moet hij inladen. Dus je, als je op het scherm klikt, uh, dat is ook op de pc zo. Als je ineens afwijkt van je controller en je klikt met je muis, ja. dan moet hij ineens allerlei shit gaan laden. Een soort van, oké, okay, dit is niet meer A, maar knopje uh, left mouse button op je muis of zo. Hij moet het allemaal gaan vervangen voor al die toetsenbordcombinaties en zo. En dat duurt gewoon eventjes en dat werkt gewoon minder lekker. Dus maak één keuze en doe het daarmee. Um, maar daarmee denk ik ook, zeker weten doen we het niet, maar de game komt nog naar de PlayStation 4 of uh, sorry 5. Um, dat die daar ook prima op moet gaan werken. Want als dit op een Steam Deck al werkt, dan gaat dit helemaal op een PlayStation 5 werken. En die controller-controls zijn dus echt heel goed gedaan. Ik was er echt onder de indruk van hoe ze sommige dingen hadden bedacht. En Verwerkt in de game en hoe snap je dat eigenlijk werkte. Ja, Behalve dat het een beetje zomaar afhaalt van alle losse boxes looten. Ja, zeker. Ja, <laughs> nou, dat is dus het ding. Ze moeten wel oplossingen voor bepaalde ja, dingen gaan, dat gaan dat verzinnen. En ja, als jij niet. Ja, je kunt niet lekker makkelijk met de controle op dingen klikken. Dus je loopt daadwerkelijk naar dingen toe met je linker stick. Ja. Maar je gaat niet met linker. Maar, uh, de, met, de, met de rechter stick dingen gaan selecteren of zo. Dus. Als je A ingedrukt houdt, dan pakt hij gewoon alles uit jouw omgeving... en alles waar je wat mee kunt, krijg je dan in een overzichtje te zien. Eigenlijk wel lekker. Ergens heel handig en lekker. Ja, Aan de andere kant, mm, ik weet niet, het is toch ook wel weer jammer. Ja. Je kunt er wel voor kiezen om alles individueel te doen. Dat doe je dan weer met je D-pad. Best wel slim gedaan, maar mijn voorkeur gaat wel sterk uit naar uh, muis en toetsenbord. Um, en een ander ding, naar de Xbox gaat die misschien nog komen. Daar krijgen ze de co-op nog niet lekker werkend op de Series S. Dus dat houdt het tegen. Als dat een gefixt is. Eén been in het graf, graf de Xbox. Joh. Nou ja, dus door die Series S. Ja. Die Series S die verneukt het. Uh, daardoor mag die ook niet op de X uitkomen. Volgens mij is dat een regel van Microsoft. Ja, sick. En uh, daardoor is hij dus nog niet op de Xbox, maar gaat hij waarschijnlijk uh, in de toekomst uh, komen. Ja. Ja. Hebben jullie nog wat anders te melden? Nou, ik vind het gewoon. We hebben natuurlijk <laughs> nog, We hebben, denk ik, misschien bewijzen van 30 of 40 procent van wat je met de game kan en wat dan ook vertelt. Ja, ja ik, vind, ik um... vind het gewoon heel vet dat er eindelijk weer eens een developer is. Waarbij echt de, de, de passie van een game. Eraf spat. Ja, de game, de, het gameconcept staat voorop en de commercie volgt in dit geval. Ja, want he, je, tegenwoordig laat, zien we namelijk ook, en, en het is het raar, waarschijnlijk snappen spreadsheet managers over een jaar of vier, vijf, want die lopen altijd op de een of andere manier onwijs achter, dat uh, de consumenten van leuke kwaliteit gewoon, <laughs> dan gaan, gaan we naar de BIOS, dan gaan we naar de, de, de uh, dan kopen we games, uh, dan is het uh, nummer één of twee op, op, uh, uh, op Steam uh, op dit moment. Ja, de ene aan meest gespeelde concurrent, uh, dus de meest tijdige spelers op het moment. Ja. Uh, nummer 2 dan is het nu. Hè? Ja, ja klopt. In CSGO heeft al. Ja, 800.000 concurrent spelers. Ja, van tevoren had ik dit niet gedacht. Zeker omdat Divinity 2 is begonnen als Kickstarter game. Een ja. <laughs> soort ja. van, oh jongens, willen jullie dit überhaupt? Nou, daar werd massaal op gereageerd. En uiteindelijk. Ik begreep laatst dat Larry van iets van 150 man naar 400 man is gegaan of zo. Ja, puur voor Baldur's Gates. Het is echt een groot. soort van uh, gigantisch het, aan het worden. Ja, ja, dus ik dacht we dat wel... het wel een kleinere studio ook was. Ja, was maar, dus het ook. Zijn maar ook wel ja, echt niet gestreden meer. voor die rechten van, van deze game. Ja. Ze wilden dit. Nou, ja, ja, echt, D &D. echt Veel jaren geleden wilden ze dit al. Toen hebben ze in 2014, of zo ze weer aangeklopt met de pitch. Uiteindelijk hebben ze dan laatst, of tenminste, wat zal het zijn, ze zijn inmiddels ook alweer 6 jaar bezig. Ze zullen in 2017 wel ongeveer. Uh, goedkeuring hebben gekregen. Ja, en, en, en je ziet gewoon van: dit zijn A. Uh, DD-spelers. Dit zijn B. gewoon uh, developers met echt een passie voor dat product wat ze willen maken. Ja, Niet precies. wat ze moeten maken, maar wat ze willen maken. Ja, en dat dat is het geeft het ook een, zelf uit, hè? Dus ze, moet, ze moeten ook. Daarom. Eens. En het is gewoon een gouden combinatie in dit geval. Want ze hebben gewoon iets heel speciaals neergezet. wat zowel de DD als de nou ja, divinity liefhebber of de mm. gamer gewoon heel erg tevreden kan stellen. Ja, het is heel knap om, om iets steriels, ik vond het wel mooi verwoord toen je dat zei, om iets vr wat vrij steriel kan zijn, toch zo gamified is, maar ja. niet vergeet om uh, de spelers serieus te nemen daarin. Dus het kan al heel, je kunt die en die heel makkelijk gamifyen, denk ik, als je alle randvoorwaarden automatiseert en zo, en misschien wat minder uitgebreid verwerkt voor de speler zelf, maar het op de achtergrond een soort van processed of zo. Ja. Daarvoor hebben ze duidelijk niet gekozen. En Ze hebben juist die dice rolls op de voorgrond gebracht. Ze hebben juist al die afhankelijkheden ja, meer in het licht gezet dan dat ze het weggestopt hebben. En ik vind het heel cool dat er tegenwoordig. Kijk, ik heb toevallig een item teruggekeken. waarin Jelle en ik. een soort van eerste stappen in Divinity. Ik was laag enthousiast. En Jelle had zoiets. Oh, volgens mij vind ik dit ook wel vet. Um, dat het van dat is gegaan van joh, niemand kent deze shit. En wat ja. ben je raar als je het eigenlijk wel kent? Naar joh, dude, dit is bijna de meest gespeelde game uh, op Steam van augustus uh, ja. 2023. Ja, terwijl dat terwijl vind ik echt heel cool. Nee, dat was een beetje met Elden Ring ook. Zeg maar. het, het concept is heel niche. Ja, Weet je, een, een Souls game. In dit geval dan DD, maar dan als game. Maar het feit dat het zo'n live succes is al, en mm -hmm. ik, ik zie het alleen maar groeien. Uh, dat is ook wel, ja, dat, dat, het is heel vet om te zien dat, dat iets dan uh, zo, wat zo eigenlijk zo nerdy en zo niche is, dan ineens zo populair wordt ook ja we hebben bijna iets om, om vooruit te kijken want we hebben vroeger we, zeiden we ditzelfde over superhelden en op een gegeven moment -hmm. was het zo cool met civil war dat soort van man, mannen weet je onze mannen in majo's uh, ook serieus genomen en ja. gewoon een mainstream publiek maar dat is na uh, dat, is, dat is nog vijf jaar of zo echt heel goed gegaan de hoogtijdagen nu ligt dat volledig op zijn gat qua creativiteit dus ja. ergens hè, dat gaan we straks over een jaar of vier vijf zien dat onze high fantasy dd like achtige stuff gewoon helemaal uit Gehoereerd is oh, dat weet ik wel zeker. en dat, het, dat ja. het weer kut is. <laughs> maar maar de, dat nu? is wel een ding. Al, sorry. Altijd <laughs> um, overwint wel de game die de betere is. Ja. Dus mm -hmm. bij souls likes zijn dat de From Software titels en. Enigszins neon. Uh, hier blijft dat de komende tijd. Ook al wordt het verneukt door heel veel mensen. Ja. Blijft het alsnog de Larian shit. Mm -hmm. dat, ja. Ja. Nee, dat is, het. Uh, dat is helemaal, helemaal waar. Hebben jullie alles uh, gezegd wat jullie wilden zeggen? Ja, app applaus voor Larian. Ja, zeker. Jij zit er Je hebt het gedaan. <laughs> einde, 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 eindejaarslijstjes zijn dit natuurlijk oh, wel. Hè? Zeker. Ja. Dit ja. is uh, voor mij top 2 materiaal. Dat weet je nu al. Ja, want ik, ik, ik kan ook zeggen top 1, maar dan, dat weet ik Starfield. niet zeker. Ja, deze of Starfield. Hetzelfde valt er net onder voor mij. Uh, en hey, je van noemde van net Final Fantasy, ook. maar dat kan ik me niet voorstellen. Die ja. gaat niet de cake winnen over deze, toch? Nee, 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 nee. nee. nee maar, okay, maar was wel wel, wel contender voor top 3. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> dus voor nu BAD Gate G 3 op 1. Ja, we gaan zien wat Starfield doet, <laughs> maar uh, probeer dit me eens te toppen. Dat is lastig. Ja.